Hallo mensen, ja ik weet het, het is weer eens heel erg lang geleden en hopelijk kennen jullie mij nog. Het is ook best lang geleden sinds dat ik nog gespeeld heb op dit eiland. En ja, ik had ook even off camera had ik ook wat verder gespeeld. En nu heb ik hier een farm voor de koeien en een farm voor de schapen. En ja, het is de bedoeling dat hier dit allemaal in gras wordt, dus vandaar dit pad. En ja, hier zijn de kisten. Ik heb nog niks geordend. En ik zie dat we hier obsidian hebben. Ik heb benieuwd of daar hebben we diamonds. Dus dan kunnen we die obsidian hakken. Oh, wat? Dit is wel vreemd. Op het pik doet het pikkelijks het wel. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb meerdere dozen nodig. Oh ja, was ik ook helemaal vergeten dat er ook de monsters kunnen spawnen. Maar ja, dit is volgens mij nog de. Ja, dit is de eerste video van mij in 2022, dus ja, ik moet er ook weer even inkomen om weer een video te maken. Ik denk dat ik beter van hieruit ga hakken. Oh ja, daarom denk ik dat dus. Ik had beter misschien ook een schild gemaakt. Ah, ik heb schild. En nu weer veel blokken hakken. Oh, we hebben ook een zwaard nodig voor het kopweb. Ik moet wel zeggen dat het gras wel best wel heel traag gaat. Ik had, ja. Ik weet nog dat ik hier even een tijdje AFK stond. En ik had niet echt. Ondertussen zat ik wel misschien weet, zat ik een beetje blokken te hakken. Maar ik heb toen niet te veel gewerkt aan mijn eiland. Want ik wou ook niet te ver zijn tegen de volgende video. Alleen ja, in de tijd dat ik wel AFK stond, ja, is er maar heel weinig gras gekomen. Oh, nee, deze zijn de meest irritante spin ooit. In de void springen. Spannend, we komen toch dan weer terug op ons eiland. We verliezen enkel onze experience. Oh ja, die spullen die hier nog lagen van door het hekken. Dit blokje blijft hier liggen voor een of andere reden. Misschien denk ik toch eerst even deze pickaxes ga gebruiken. Voor de diamond pickaxe weer ga gebruiken. Ik zie net dat ik nog andere pickaxes heb. Oh jee, wow. Hier heb ik nog blijkbaar veel tools. Was ik helemaal vergeten. Even ook mijn schild bijnemen voor de zekerheid. En hoe gaat het met jullie kijkers? Hopelijk gaat alles goed. Ja, bij mij zijn er een beetje ups en downs. Soms voel ik me wel goed en dan kan ik me soms heel erg slecht voelen. En wat ook wel best grappig is, dat ik een van mijn tweets onlangs viral ging. Het is nu zaterdag nu ik het opneem. Woensdag had ik er. Ik denk volgens mij woensdag had ik een tweet geplaatst en die ging viral. Ja, die heeft nu al meer dan 1000 likes. Daardoor kreeg ik ook heel veel volgers bij. Dat was wel eens leuk om mee te maken. Ik had toen volgens mij, ik weet niet meer precies hoeveel volgers ik had voor die ene tweet, maar ik denk dat het ongeveer rond de 340 waren toen. En in die paar dagen tijd had ik er zo 300 bij gekregen. Daardoor zit ik nu bijna aan 666, dus bijna het getal van de duivel. Oh ja, als je mij niet volgt, volg me misschien op Twitter als je wilt. Dan kan ik misschien het getal van de duivel halen. Maar het was wel zo leuk om mee te maken, om viraal te gaan met mijn tweet. Het was wel grappig, want ja, ik op mijn telefoon heb ik Twitter-meldingen aanstaan, dus. Elke keer als ik een Twitter-melding krijg, dan. Of ja, nee. Het is enkel wanneer ik een privébericht krijg of een nieuwe volger bij krijg, dan. Ja, trilt mijn telefoon. En die avond was mijn telefoon alleen maar aan het trillen. Vond ik wel grappig. Ik word normaal nooit bij mij. En ook al mijn meldingen. Opeens ben ik gewoon al direct heel. Dat ik misschien één melding of zo per dag krijg of zo. Maar ja, ik ben gewoon dat ik. Heel erg weinig meldingen krijg en opeens kreeg ik er op één avond al 100. Ik had toen ook wel geprobeerd ook wel op iedereen toen te reageren, alleen ja, dat lukte me niet echt, want de reacties waren echt, heel veel reacties. Oh, met 64 pijlen. Kunnen we misschien nu even wat verder bouwen? Wat vind ik beter dat ik hem nu zo doe? Of moet ik het toch gewoon veranderen naar gewoon logs? Dus gewoon deze.
Moet ik hem stripped oaklog doen of gewoon een log? Als het gewoon oaklog is, dan moet ik het hier ook gewoon veranderen naar oaklog. Mijn eiland dan deze kant ga uitbreiden. Ik hoop trouwens wel dat ik opneem. Ah, fijn, ik neem al op. Het is wel eens gebeurd. Ik dacht aan dat ik aan het opnemen was, terwijl het niet zo was. Dan zou ik een ander houtsoort beginnen gebruiken, want ik vind dat ik nu toch wel net iets te veel oakwood heb. Of valt het nog mee? Ik kan wel birch wood gebruiken. Even, ja, ik heb opeens een idee. Ik ga hier, ik ga gewoon de randen van het platform ik met birch wood doen. Oké, even gewoon een beetje puzzelen van hoe ik die cirkel juist wil hebben. Mijn inventaris is dus gewoon bijna de helft, ongeveer de helft bijlen, stone axes. Misschien moet ik beter gewoon al een paar bijlen in de kist, in de kist stoppen, want en dan heb ik toch iets meer ruimte. Waarschijnlijk zullen er wel mensen triggerd zijn als ik kijk naar deze video van hoe ongeorganiseerd ik ben. Ik weet nog niet of dit wel een mooie cirkel. Oh no. No, al mijn spullen. Ik had juist zo een zin om te bouwen. En ja, nu heb ik niet meer, nu heb ik de materialen er niet meer voor. Ik heb gelukkig hier nog een beetje slabs. Dan kan ik het nog even invullen. Nou, we gaan waarschijnlijk niet toekomen. En we gaan inderdaad niet toekomen. Wat ik trouwens heel erg jammer vind, is dat als je dus rechtermuisknop klikt, dan verandert dit in zo in stripte oaklog. Maar het zou ook leuk zijn als je dan weer eens rechtermuisknop daarop klikt, dat het weer gewoon naar normale oaklog verandert. Wou ik ook even net zeggen, want ja, het is al zo vaak gebeurd dat ik daar per ongeluk gewoon oaklog naar stripte oaklog verander. En dat is wel heel vervelend als dat gebeurt. Hier is een random schaap, heb ik hier ergens. Ah, ik heb hem niks om te lokken. Dan moet ik hem er wel in duwen. Ga maar bij je vriendjes. Ik hoop natuurlijk dat die andere schapen hier gaan ontsnappen. Ja. Ja, ik heb net veranderd van texture pack en deze pickaxe blijft nog steeds zo'n rare texture hebben. Het is wel eens leuk om eens rond te lopen in een andere texture pack. Door deze texture pack lijkt het een beetje op birch wood, maar het is ook wood. Dit is dan wel birch wood en dit lijkt echt totaal niet op birch wood meer. Dan heb ik hier toch geen farm gaan maken, maar ik hier gewoon mijn huisje gaan maken. Een klein huisje met alle kisten. En dan kan ik de farm toch ergens anders maken. Ik maak de farm even hier even. We moeten zien dat we ook wel nog dirt overhouden. Voor de ja, andere farms die ik nog van plan ben om te maken. Hier is even een tijdelijke farm, want het is wel handig dat ik toch nu wel iets heb van farm. Ik zie niet meteen seeds. Ik ga het toch van texture pack veranderen. Heb ik water? Dat ik daar ook niet eens heb. Ah, we kunnen ook een farm maken zonder water dan. Zo te zien heb ik toch geen seeds. Behalve deze seeds dan de beetroot seeds. Maar ik heb liefst gewoon normale seeds, dus ook heb ik hier gras, dan kan ik toch aan seeds komen. Ik moet natuurlijk snel de seeds plaatsen, anders wordt het weer gewoon normale beurt, doordat ik geen water heb. Dan kan ik eindelijk eens mijn dier eten geven. Ik denk dat het wel goed is om de aflevering hier af te sluiten, dus ik ga waarschijnlijk weer offscreen een beetje verder spelen. Dan zal ik toch wel een beetje progressie maken. En dan ja, zie ik weer terug bij de volgende video dus. Doei doei!